En ik heet welkom de ambassador Ashnakan Hai. Goedemiddag, welkom erbij. Goedemiddag Clifton. Alles cool? Yes, yes. Ja, het gaat. Er zijn een aantal dingen die spelen. Eigenlijk zouden we, we zullen praten over, want het is vandaag, zitten we aan de vooravond van de geboortedag van Jagannath Lakshman. Ja. Hij zou morgen jarig worden, als ik me niet vergis, zou hij 108 jaar worden. Ja. Ja. Dus later op de middag gaan we daar het een en ander over zeggen. Ja. Maar toen spas aan die Epsayana konder, hè? Ja. Waar wij eigenlijk, we kunnen niet maken om daar niks over te zeggen. Nee, en weet je, ik vind het wel belangrijk om te beginnen. Gisteren had je het over iets en toen was er een belprogramma. Oh ja, er waren bellers. En ik mocht niet bellen, want ik kwam gewoon niet erdoor. Maar, Zou ook bellen, hè? Ik zou bellen, ja. Vond het nodig om te bellen. Ik weet niet waarom. Omdat, ik vind niet dat we over die voice note moeten praten. Dat vind ik. De voice note van mevrouw Pokkie. Oh, dat geval. En ja. Twee, ik vind dat wat er vervolgens is... Nee, laten we terug gaan naar één. Waarom moeten we niet erover praten? Omdat ik vind dat het een contact is tussen twee personen, toch? Dus één persoon heeft naar een andere persoon een bepaalde boodschap gegeven. Maar dat die boodschap heeft geleid tot een uitleg vervolgens van de persoon, de ontvanger van die voice note. De zoon van de president. Weet je, ik luisterde naar die, ook die voice note, want of was het een interview, ik weet niet wat het was. Interview. Ik heb toen, het woord despoot kwam in mijn hoofd. Weet je wat despotisme is? En toen kwam er, grappig genoeg, nog iets anders in mijn hoofd. Hoe meer ik luisterde, hoe meer ik dacht. Dus ik luisterde niet eens meer over wat hij zei over personen. Maar ik vond, en ik ken hem niet. Hij is wel een prettige spreker, want ik heb wel met plezier geluisterd natuurlijk. Alleen, het woord despoot kwam in mijn hoofd. Hoe kwam? En omdat hij gaf aan hoeveel hij kon doen. Hoeveel er kon worden gedaan. De macht werd uitgemaakt. En dan kom je op, ja, wanneer een kleine groep, bijna dictatoriaal, een land regeert, dan noem je dat dus despotisme. Despotisme. En ik denk dat wanneer je dan gaat kijken naar hoe hij... ik weet ook niet in welke positie hij dus op het consulaat functioneert. Maar natuurlijk heeft een consulaat de eerste taak om consulaire bijstand te verlenen aan de eigen burgers in het buitenland. Dus okay, dat is belangrijk. Heeft hij verkeerd gehandeld? Want de man zit daar, de 61-jarige man. Ja. Dan moet het consulaat toch inkomen? Ja, het consulaat gaat inkomen, maar het consulaat gaat inkomen volgens de regels. Want je bent Surinamer en voor Surinamers geldt dat ze een paspoort mogen aanvragen. En in dit geval mogen ze dat paspoort aanvragen bij het consulaat. En zullen ze ook daar geholpen worden volgens de regels. Hier, wanneer je gaat naar het loket, ik begreep dat er ook weer een wachttijd is en dat soort zaken, dan ga je wachten, zoals alle mensen wachten. En nou is het de vraag, zou je bijvoorbeeld, als iemand in de gevangenis zit en die persoon moet met de grootste spoed terug, want gevangenisstraf is uitgezeten, dan heeft het consulaat natuurlijk de taak om ervoor te zorgen dat die persoon om te reizen in het bezit is van een reisdocument. Dus het doel waarvoor die consulaire bijstand werd gevraagd, in dit geval waarvoor het paspoort noodzakelijk was. En wanneer er geen identiteitskaart kan worden overgelegd, want ik begreep dat dat de noodzaak was, dat de urgentie was waarom er is gebeld rechtstreeks naar CBB, dan vraag je af, maar dan kan je toch een noodpaspoort verstrekken? Dat lijkt mij. Of op de een of andere manier legitimeren dat de persoon de Surinaamse nationaliteit bezit. Nu is er een ander ding, het consulaat op een bepaalde manier communiceert. En dat gaat via het ministerie van Bibis, voorheen BUSA. Van daaruit moet er een verzoek komen. En was dat verzoek al gedaan, dan kon je eventueel dat verzoek, toch die brief of die memo, forwarden naar CBB en vragen van, kun je voor me kijken hoe ver het is hiermee? Maar om te zeggen, ik regel en het zou kunnen, dat inderdaad mevrouw Pokkie eerder, maar toen was de man ook geen consul of werkte hij niet voor het consulaat. Maar wie moest bellen? Wie had moeten bellen?
Waar bellen? Dus dat telefoontje. Hij is niet de aangewezen persoon die dus moest bellen. Nee, het consulaat. Dus ik weet niet wat zijn positie is op het consulaat, toch? Maar in normale gevallen gaat de consul-generaal, maakt dan, er wordt een memo opgemaakt en het wordt naar Bibis gestuurd en eventueel een kopie kan je dan ter bespoediging sturen naar CBB. Maar dat is niet gebruikelijk. Omdat als die nota ook is gestuurd, als die memo is gestuurd, dan kan de man bijvoorbeeld in het bezit worden gesteld van een aanvraag bevestiging totdat hij zijn paspoort is aangevraagd en dan, dat komt dan op brief over van het consulaat. Dus zou hij om zich te identificeren niet dat kunnen gebruiken. Ja, en je hebt dus ook veel moeite met de manier, de benadering van mijn vader is de president, ik zou moeten. Ik kan dat alles en dat alles en dit alles. En weet je, in een verkiezingscampagne is het geoorloofd. Maar het is niet van deze regering. Het is niet van deze regering alleen hoor, Clifton. Ik bedoel, er zijn ook andere presidenten geweest die hun kinderen op hele hoge posities hebben geplaatst. Het moet gewoon niet kunnen. Die ook bellen je kan niet op het kabinet rondwandelen in dienst van je vader die president is. Het kan niet. En weet je wel wie ik ben? Ja, precies. Dus weet je, maar als je dan zulke uitspraken doet, houd er dan rekening mee dat het een bepaalde weerslag heeft op de wijze waarop het volk gaat kijken naar het instituut van de president. Toch? Dus ik zou zeker, ook omdat er niet de procedures zijn gevolgd die normaal gebruikelijk zijn, zou ik zeggen van, weet je, misschien had ik naar Bibis moeten schrijven of misschien had ik via de consul-generaal naar Bibis moeten schrijven en daarvan een screenshot kunnen sturen naar mevrouw Pokkie en dan had mevrouw Pokkie kunnen zeggen van ik help of ik help niet. En bovendien, ze kan weigeren. Wat is jouw mening over Pokkie zelf in deze? Kijk, misschien heeft ze hem in het verleden inderdaad, ik weet niet welke gegevens ze zou hebben verstrekt. Want wat ik begreep uit die voice note is dat het gaat om het verstrekken van een paspoort aan iemand. Dus ik weet niet hoeveel van dat soort gegevens je dan vrij zou moeten geven. De persoon kan een paspoort aanvragen op het consulaat en dan gaat de persoon zo een formulier krijgen en dat doorsturen. Dus ik denk dat als zij in het verleden persoonsgegevens zou hebben gedeeld met deze persoon, met deze bewuste persoon, dan is het misschien verkeerd geweest. Toen. Ook. Maar ik denk bij het aanvragen van een paspoort, zou het moeten kunnen. Wat deze hele affaire eigenlijk smeuïg maakt, is dat het tot een groter politiek podium is gebracht en dat we moeten weten dat de zoon van de president ook nog eens een keer adviseur was van zijn vader. Bij wat? Kijk, ik werk op het kantoor van mijn vader. Mijn vader is advocaat. Ja. Ik ben ook advocaat. Mijn vader is de president. Ik ben advocaat op dat kantoor, niet omdat ik de dochter ben van mijn vader. Maar ik ben dat omdat ik heb gestudeerd voor het vak. Ik ben jurist geworden en vervolgens kies je ervoor. Dus de vraag is dan, wie kies je op welke positie? Het lijkt wel alsof iedereen hier adviseur kan worden van de president. En adviseur waarvan, waartoe, waarmee? Weet je, dus als je vanuit een bepaalde positie, het kan ook zijn van ja, weet je, ik bel mijn vader gewoon. Maar dan moet je het niet vreemd vinden dat we dat dan taggen als despoot. Maar ik hoor sommige mensen zeggen, we moeten eerlijk zijn, het is Boudersen die ermee begonnen is, want Venetiaanse kinderen waren niet op het kabinet. Nee, maar misschien is het verkeerd, dan is het ook verkeerd van Boudersen geweest. Ik denk dat president Boudersen op een gegeven moment misschien niet zijn kinderen op het kabinet had moeten laten werken. Als functionarissen van het kabinet. Maar ik kan me niet herinneren dat een van zijn adviseur van de president was. Ja. Dat kan ik me niet herinneren. Ja, okay. En dan gaan mensen nu zeggen, ja, je wil je herinneren wat je wil herinneren. Dat is totale onzin, want het was waarschijnlijk anders. Ik ken een aantal adviseurs toen president Boutersen. En ik ken geen enkel adviseur die ook nog zijn dochter was, of zijn zoon was, of zijn kleinkind was, of whatever. Dat weet ik niet. Maar als adviseur, als je dan paspoorten moet regelen, dat kan je ook niet zo zeggen. Welk beeld schep je van het kabinet van de president? Alsof het daar een groentewinkel is. We regelen het even. Weet je, dat beeld hebben we. We hebben een adviseur gehad van de president, die op dit moment onvindbaar is. En die alles wist van SLM. Oh, bizar. Wel dan.
Weet je, en dan zou ik, nu zou ik het woord adviseur niet meer in de mond nemen. Dus eigenlijk is dat ding groter geworden dan het was. Ik vond het niet eens de moeite waard hoor, om erover te praten. Maar omdat het gisteren in het programma is gebracht en mensen bezig waren. Ja, het is natuurlijk verkeerd van mevrouw Pokkie om buiten de normale gebruikelijke lijnen van het werk informatie te verschaffen. Dat is verkeerd geweest. Maar als ze in deze heeft gezegd, luister, ik werk niet mee aan het paspoort verschaffen van deze of gene, doe het via de gebruikelijke weg. Dan had men dat moeten doen. Ja, maar is het... Wat ik, wie is de consul-generaal van ons? Meneer Pika. Wel, die heeft mij verwezen naar... want ik probeerde de reactie van hem te krijgen. Ja. En hij heeft me verwezen naar meneer Truideman. Nou, ik zeg, is goed hoor, meneer Truideman die gaat mij niet veel kunnen vertellen. Nee, maar de vraag is, heeft meneer Pika dat verzoek gedaan? En de vraag is dan, heeft de medewerker, die dus deze 61-jarige vermeende Surinaamse burger, die daar gestrand was zonder paspoort of zoiets, want ik ken de case niet, maar ik denk dat dat het was, heeft die aan de consul-generaal medegedeeld. Kijk, ik heb een klein beetje ervaring met consulaire bijstand, omdat ik als ambassadeur heb gewerkt. En wij hebben wel eens mensen gehad die hun straf hadden uitgezeten in Dubai. En dan was onze ambassade verantwoordelijk voor het verstrekken van een noodpaspoort voor de persoon om te kunnen reizen. Maar ik begreep dat het hier ging om dat de persoon het wilde gebruiken als identificatiemiddel. Nou, dat zijn er legio manieren waarop het consulaat van de Republiek Suriname kan rechtvaardigen wie die persoon is die daar staat. En enig bewijs kan geven dat de persoon een Surinaamse burger is, bekend is bij het consulaat. Intussen netjes een paspoort had aangevraagd en het paspoort zou ook worden verstrekt uiteindelijk. Ja, alle Surinamers wachten op een paspoort. Wat is er zo speciaal aan deze 61-jarige waarvan de consul-generaal niks weet? Maar is dat geen gebruik bijvoorbeeld? Want het is nog steeds de zoon van de president, toch? Het is niet mijn zoon. Dus als zoiets leeft... Zal ik je wat vertellen? En deze dingen worden gezegd bij wijze van spreken. Ja, nou, ik zal het, je vertellen. Is het dan niet gepast dat het kabinet tenminste een verklaring uitgeeft van... Hey, we betreuren het, dat zaken zo... In principe zou het kabinet dat wel moeten doen. In principe en zou ik het kabinet... vraag, want eerder heeft deze zoon ook enkele verregaande uitspraken gedaan over de president. Die geeft instructie aan de PG en noem maar op. Ja. Allerlei inside information. Ja. En de president heeft niet gereageerd, hij heeft het afgedaan als ze zijn van, het is privé. Ja, is, ja precies, maar je moet, als dit is niet family matters meer. Weet je, en ik denk ook dat het plaatsen, ik weet ook niet in welke functie hij daar is geplaatst in Miami. Ik heb daar geen problemen mee hoor. We hebben ook een keer, een geval gehad waarbij er aan mij werd gezegd, de dochter van de president heeft het zo bedoeld. Ik zeg, nou, ik volg geen enkele instructie op van geen enkele dochter van geen enkele president. Dit is Boudersen. Ja, ik doe dat niet. Ik heb te maken met een bepaald beleid. En het ging ook om visa en dat soort zaken. Dat doen we niet. Dus ik vind, als de consul-generaal... Er zijn geen consequenties geweest voor kan hij. Weet ik dat veel. Ik weet toch wel dat we een minister hebben gehad die erg, ik begreep, hoor, dat is ook wat ik heb gehoord. Maar ik heb me daar niks van aangetrokken. Ik heb gewoon, we hebben toch het presidentieel bezoek toen gedaan in 2018. We hebben vervolgens een aantal projecten gedaan in 2019. Wat capaties uiteindelijk toch gekomen. Dus weet je, er zijn manieren als je weet waarvoor, als je je verantwoordelijkheden kent. En het kan zijn dat mevrouw Pokkie op een later moment heeft gedacht van, hey, weet je, eigenlijk moet ik het gewoon volgens de regels doen. Want minua, las miroko. Kan. En dan vind ik dat die voice... Ik weet niet hoor, of ik zin had om te luisteren. Ja, natuurlijk, het was sensationeel. Maar zeg je dat omdat we Ashna Kanhai kennen als iemand die altijd vrouwen beschermt en opkomt het voor heeft, de vrouw? Nee, het heeft maar niet... Maar zo ken ik het. Ja, dus dat wel. Maar het heeft nu heeft dat aspect van mij, dat totaal geen... Is dat de orde? Het heeft geen invloed. Het heeft geen invloed dat ze... Ik vind sowieso, weet je, dat privé... Hoe dat contact tussen mij... Ik vind, het is in mijn privésfeer. We moeten dat leren. Er zijn verdragen die onze privésfeer beschermen. Die vrouw heeft in de telefoon iets misschien gezegd aan iemand. Gericht voor iemand misschien. Ja, maar als het gaat om een hooggeplaatste. Als een voicebericht van een minister ja, zou uitlekken waarbij hij zegt van... Hey, luister nou.
we moeten ervoor zorgen dat 10 concessies gegeven worden aan. Want die man is mijn mattie. Nee, en hij doet dat in een privé sfeer in een app. Ik bedoel, dan ga ik erop springen hoor. Het zijn twee verschillende dingen, vind ik hoor, Clifton. En ik denk dat je, wanneer je mensen hun privé conversaties gaat beginnen te verspreiden. We moeten dat niet doen. Ik vind het niet leuk. En het is ook niet, het is weet je, mijn privé sfeer is waar ik mezelf kan zijn. En met mijn telefoon ben ik mezelf. Met jouw telefoon ben jij jezelf. Weet je, dus ik vind dat verspreiden van die voice note van die mevrouw, vind ik een vreselijke inbreuk op haar privacy. Mits het natuurlijk zelf heeft verspreid. Dat weet ik niet. Ja. En dat vervolgens er een officieel programma aan wordt geweest, dat vind ik, en maar goed, wat er uiteindelijk in dat interview allemaal naar voren is gekomen, dat was wel impactvol. Mm. Niemand is gespaard. De vicepresident niet. Hele alles. Ik ga mijn vader zo. Ik bedoel, Suriname is geen lollipopwinkel. Dat is goed. Goeie code is dat. Nou, dan kan Jogi ook zeggen van het contact met, wat was die naam van die jongen? Oh, ja. Hey, wat is die naam van die jongen die opgesloten is? Gayadin. Dan kan Jogi zeggen, dat contact met de grondinspecteur, zei die mensen nog? Ja. Is de grondinspecteur? De grondinspecteur, ja. Dat contact met de grondinspecteur was een privé contact. Dat kan. Die voice notes die zijn rondgestuurd van meneer Yogi met de moeder, dacht ik. Overigens zegt meneer Samson, want hij heeft uw naam niet genoemd. Ja. Maar hij zegt van als de zaken niet zo steekhoudend waren, waarom heb je zo lang bij die tv gezeten? Oh, oké. Ik heb iemand die mij gevraagd om te vertellen op basis van deze gegevens, die de moeder, zeg maar, de moeder van de gearresteerde Gayadin. En ik heb daarover, ik zeg nou, dit zou kunnen allemaal. Maar wat ik heb gezegd is, het onderzoek is nog pril, dus misschien moeten we het even afwachten. Ik heb niet meer dan dat gezegd. Nee, van dat je dat moest afwachten. Ik heb begrepen, weet je, soms moet je tegen mensen zeggen, eigenlijk moet je vrouw zijn en blond zijn. Dat wil je soms zeggen, tegen sommige mensen. Begreep je me, Clifton? Maar goed, weet je, dat is de andere kant van mij. Toch? Die zegt van luister, er zijn sommige vrouwen waarvan ik denk, blond en mooi. Eigenlijk zo iemand, dus blond en. Je weet wat ze zeggen toch van blondjes? Nee. Oké, dat ze dom zijn. Dat weet je het nu ook. Maar goed, even, dat was een sideline. Ik kom terug, want dat was helemaal niet aardig om te zeggen. Maar, ik hou niet van misogynistische uitspraken, maar ik doe toch omdat ik heb een aantal dingen gezegd op basis van feiten die aan mij zijn voorgelegd. Toch? Niet gedaan aan en als de persoon zegt, nee, ik heb niet gedaan aan karaktermoord. Als de persoon vervolgens zegt, ik ga niet naar die mediahuizen, dan moet die persoon ook niet luisteren naar die mediahuizen. Als ik niet wil praten op bij Lim, dan ga ik ook niet luisteren naar Lim. Toch? Dus zo redeneer ik. Maar je gaat niet stiekem wel luisteren en dan zeggen Lim is verkeerd. Dus ik ga niet naar Lim. En als ik karaktermoord zou willen plegen. Toch? Ik op wie? Die partij waar we het over hebben. Die partij heeft me niet gespaard toen ik ambassadeur was. Maar het is niet daarom dat ik het doe. Mm-hmm. Het is omdat er is iets aan mij voorgelegd. En op basis van mijn eigenlijk bescheiden deskundigheid over het onderwerp, want dat heb ik ook aangegeven van luister, ik weet, ik zou kunnen zeggen dat het misschien uitlokking is, misschien moet je, en toen werd de vraag gesteld of ik de wet in staat van beschuldigingstelling, dat heb ik er ook even bij aangehaald. Goed, het is een ander medium dan Lim, dus weet je, maar dat is gezegd en meneer heeft ernaar geluisterd, misschien is het goed om te kijken naar wat de lijn is van de partij waarvan deze meneer lid is. Het is een partij waar ik ontzettend veel bewondering voor heb gehad, omdat ik weet dat de grondlegger van deze partij, de grondleggers van deze partij, zijn niet over één nacht ijs gegaan. En daarom, nu we aan de vooravond staan van de verjaardag van meester Jagannath Lachman, is het goed om jonge mensen die zich hebben aangesloten bij partijen, want dat is het, om die mensen misschien een beetje op weg te helpen. Ik heb geen enkele behoefte om een politieke partij of leden van een politieke partij met karaktermoord te belagen. Daar heb ik absoluut geen behoefte aan. Omdat ik vooral voor elke politieke partij heb ik respect.
ik ben zelf geen lid van een politieke organisatie. En als mensen denken dat ik over de persoon zelf kan toch ook zeggen wat de persoon vindt van wat ik allemaal heb gezegd. Bovendien is de persoon ervan, is de persoon geïnformeerd van luister, wat ze heeft gedaan is dit. En ik denk dat het goed is als men eerst conclaaf pleegt intern en dan naar buiten gaat en zaken schreeuwt als ze pleegt karaktermoord en ze wil altijd vanuit een hoek. Weet je, we moeten ophouden om over vanuit een hoek te praten. En daarom is het belangrijk om te kijken, wat was de relatie bijvoorbeeld tussen de leiders Pengel en Latschman? Wat was de verkiezingswinst van Pengel toen hij voor de VHP werd gekandideerd? In Saramaka. Wat was uiteindelijk die overwinning van 1969 van de VHP? En wat waren de compromissen die de VHP heeft gesloten en hoe de VHP daarmee steeds is omgegaan? En ik ben geen VHP-specialist, maar ik heb wel grote bewondering voor meester Jagannath Latschman gehad. Net zoals ik een paar weken geleden hier zat en sprak over dokter Eugène Gessel. Dus ik vind het belangrijk dat mensen die nu lid zijn van een politieke partij, zelfs parlementariërs zijn, de legacy van de partij waar ze lid van zijn, maar ook andere partijen die deel uitmaken van het democratisch spel van ons land, goed doorgronden. Voordat er woorden als karaktermoord worden gebezigd. Overigens, als iemand me wil betalen, dan ga ik in een debat met deze persoon. Maar ik doe het niet gratis. Echt niet. Want ik ga lang luisteren naar een heleboel dollar. En dat wil ik niet. Sorry. Ja, dat is dat. Als ik er betaald voor word, dan zal ik gaan zitten luisteren. Naar al dat gewauwel, om het maar zo te noemen. Er komt nooit. Was het niet dezezelfde persoon die zei dat we kokosmelk moeten maken? Maar we hebben geen enkel equipment. We hebben geen enkel milieu gecreëerd dat we kokosinvesteringen hebben, dat er kokos, processing unit kunnen bouwen. Niets is gebeurd, maar we moeten kokosmelk niet meer importeren en zelf maken. Dan gaan we nooit meer daar wat drinken. Laat dat, we gaan nooit meer flensje eten. Ja, toch, ik bedoel, ik niet aan het. Dus, maar goed, ik kom dus terug op karaktermoord. Maar hoe zie je de case van Yogi zich verder ontwikkelen? Het is niet de kies van Yogi. Meneer Yogi is een parlementariër. Zijn naam is genoemd door bepaalde personen. Er is een bepaald onderzoek gaande bij de politie. En ik denk dat we dat moeten afwachten. Weet je, als eruit zou blijken dat meneer Yogi misschien heeft aangezet of wat dan ook, dan zullen we dan kijken. We will cross that bridge when we get there. Weet je, maar het lijkt echt, ik luisterde net ook naar de president zijn speech op de AVVN, de Algemene Vergadering van de VN. En weet je, er kwam weer een woord in mijn hoofd. Suriname is echt Murphy's Law geworden. Anything that can go wrong, is going wrong at the worst time possible. Echt. En dat ik gun dat ons niet. Maar wat is verkeerd geweest aan... Vertel. Wat is er concreet gezegd in die speech? Er is niets gezegd in die speech. Ik heb de president referenties horen maken naar 2030. We zijn bezig, en dat ga ik je terugbrengen naar vorige week, toen ik het helemaal niet eens was met het feit dat er een meneer is geweest die over meneer Jagisser hier heeft zitten prediken wat hij had te prediken. En ik vind, en dat brengt me, Clifton, naar de wijze waarop wij... Kijk, en het is niet een blame game wat ik nu ga spelen. Want je hebt iemand gebracht. Dat is jouw prerogatief. Die persoon is gekomen. En je hebt podium gegeven, oké. Maar die persoon heeft het al door gehad over Phoenix Development Company, toch? Als ik me niet vergis, heb ik dat gehoord. Vorig jaar heb ik, en wel op 22 november 2022, toen dat bericht werd gelanceerd dat er een diepzeehaven gaat worden gebouwd in Nikeri, ben ik gewoon naar KKF gegaan. Het kostte toen nog 100 SRD. Nu is het 300, heb ik begrepen, om een uittreksel uit het handelsregister te halen. Kijk, ik zet het even in beeld.
Handelsregister zie je, hoe is het in beeld zo, ja? Is het leesbaar? Ja, maar je gaat het niet kunnen lezen. Oké, maar wat hier staat, ik ga voorlezen. Wat hier staat is Phoenix Development Company NV, datum akte van oprichting 8 januari 2021. Kapitaal 1000 SRD, vorig jaar. Geplaatst kapitaal 1000 SRD. Dat bedrijf gaat een diepzeehaven bouwen. Dat was mijn essentie van vorige week. Want ik weet, ik heb geluisterd, toen dacht ik, Phoenix Development. Oké, hij is van Phoenix Development, maar ik kan me herinneren, vorig jaar was ik... Oké, toen ben ik gaan kijken, en dit ga ik, kijk, weer in beeld brengen, op datzelfde uittreksel, persoonsgegevens, en dit is openbaar hoor, iedereen kan gaan en het halen bij KKF. Ilahi, ik weet niet, KKF moet me niet bannen nu, want... Dadelijk als ik weer ga, dan word ik geband dat ik geen uittreksels meer mag halen. Dus bij deze. Ilahi Baks Sheikh Safar Fasil is de directeur. That's it. Er is niets meer. Kijk, er is niets meer na die naam. Dus er is een directeur. En ik zie de naam van die persoon die je vorige week in de uitzending had, niet. Nu is het wel zo dat er kennelijk een... Misschien een statutenwijziging heeft plaatsgevonden. Maar wat ik ook niet zie is iets van gasexploitatie. In de doelen van deze NV. Dan heb ik ook ontdekt dat deze NV is ingeschreven aan de Kosterstraat nummer 96. En toen ik ben gaan kijken, was daar geen Phoenix Development Company. Wat heb je daar gezien? Een kantoor. Van iemand anders. Dus, dit uittreksel, en Surinamers mogen van iedereen een uittreksel gaan halen, die zichzelf ondernemer noemt, eenmanszaken ook. Weet je, ik wil nooit college geven, daarom als ik in programma's kom, dan probeer ik altijd ja, zo licht mogelijk te blijven. Maar dit is zwaar. Dit is zo zwaar. Een man die zegt dat hij van Phoenix Development Company is, zich zo presenteert, gaat vervolgens... De directeur van het bedrijf, een staatsbedrijf, eigenlijk het mooiste staatsbedrijf van Suriname, de trots van Suriname, bespreken. En het bespreken op de man. Dat vond ik niet kunnen. En dat brengt mij naar een stukje nationalisme. Wat ik vind, Clifton, en dat is niet, nogmaals, het is geen blame game, maar het is wel zo dat de journalist niet ontslagen is van nationalist zijn. Dus wanneer je journalist bent, moet je nationalist blijven. Je kan het niet laten varen. Dus ik vind... Het wordt een oneindige discussie. Ik vind, op dat moment... Binnen de kringen van ons, nee, dan wordt het eerder gehad. Nee, op dat moment, toch vind ik... Het is, je hebt gezegd, je hebt gebracht, toch? Je wist misschien niet wie het was. En niemand zou het ook kunnen weten, want het was bij de Kamer van Koophandel. En dat hoef je niet. Maar als iemand over een staatsbedrijf op die manier wil praten, over de directeur van een staatsbedrijf, en de directeur die zegt, luister, ik handel volgens de regels. De man zegt ook van, luister, ik heb gewoon volgens de regels gehandeld. Waar het onderwerp was gas, dacht ik, daar wil ik het vandaag niet over hebben. Want dit bedrijf is helemaal niet geregistreerd als een gasbedrijf of een gasexploitant of whatever. Dus dat maakt het natuurlijk ook een stukje pikanter. Dus ik heb toen uit een krant van 1974 heb ik een hele leuke gevonden. En dat was de arrestatie van de journalist uit de Vrije Stem. Ik weet niet als je het in beeld hebt. Dit is even gewoon. Meneer Karg, no? Ja. Mm-hmm. Het was zo mooi om te zien. En ik ga je iets vertellen. Die wet is dus niet veranderd. Wacht even. Is het al in beeld? Is het als het al in beeld is, graag. Mm-hmm. En dan ga je... Wat willen mensen uitleggen? 3 maanden voorwaardelijk geëist. Ja. Tegen journalist Karg. Welke Karg is het? Is Cyril? Cyril Karg. Ja, oké. Okay. Dus en waarvoor? Hij heeft... Kijk, ik heb het artikel voor me, dacht ik. Ja, wat heeft hij gedaan? Als ik even kijk. Hij werd... Weet je, het is me nu ontgaan. Kan je het lezen? Want het is wel heel klein. Laat me even zien. Ik heb het geprint, dus... Hmm. Maar goed, laten we niet mensen hun tijd nemen. Nee, deze is het. Kijk. Deze vond ik. Hij is vreselijk klein, man.
Ja, maar dat geeft niet, want ik kan het op... Gisteren diende voor het Hof van Justitie de strafzaak tegen de journalist Cyril Karrig, redacteur van Onze Natie, dagblad Onze Natie. Luister naar dat dagblad. Zo mooi heette die dagbladen vroeger. Karrig was in oktober vorig jaar door de rechter in het Tweede Kwartaal veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en verder een boete van 100 gulden. Zoals bekend zijn bij de anti-regeringsrellen van vorig jaar, februari. Hmm. Ook nog februari. Hmm. Welk jaar is dit? 1974. Of 7, ja. Ja. Of zijn die grote acties van 1973. Zoals bekend zijn bij de anti-regeringsrellen van vorig jaar, februari, ook een aantal journalisten aangehouden op beschuldiging van opruiing tegen het wettig gezag. Karrig behoorde tot de gearresteerden. Hij nam geen genoegen met het vonnis dat de rechter in het Tweede Kanton tegen hem geveld had en tekende hoger beroep aan. Oké, waar gaan we naartoe met dit bericht? Moet ik doorlezen? Dit bericht, ja, het geeft aan, weet je, waartoe journalisten in staat zijn en hoe nationalistisch journalisten zich toen hebben gedragen. We leven nu in een democratische samenleving waar ook de pers voldoende bewegingsvrijheid moet hebben om haar taak goed te vervullen. Dat is de verdediging vervolgens, want hij is in hoge beroep gegaan. De pers moet door redactionele kritiek, desnoods scherpe kritiek, volop de gelegenheid hebben om ook haar preventieve taak uit te oefenen. En dit is wat ik zou willen zeggen. Die preventieve taak is, breng niet iedereen. Zodra haar deze mogelijkheid ontnomen wordt, is de samenleving bezig haar democratisch karakter te verliezen. En zijn we bezig te vervallen in een politiestaat. Toch? En het leuke is, de rechters zijn toen meegegaan in deze verdediging. De moderator vraagt me, ik zie een reactie van Ene Prado. Ik wil u vragen om uw comment zelf weg te halen, want anders gaan wij u blokken, want ik zie allerlei scheldkanonades naar aanleiding van een uitspraak en mensen die met elkaar bezig zijn, dus misschien kunt u die uitspraak straks verduidelijken, want de mensen gaan met elkaar in discussie over die uitspraak, over blondjes. Oei. En dat verlegt de boel. Maar goed, luister, laat me dan direct terugnemen. Het ging erom dat ik misschien op een ludieke manier het intellect van iemand wilde projecteren. Dus daar ging het om. Voor de rest, ik neem dat gelijk terug. Misschien op de YouTube ook, als dat weet je, verwijderd kan worden met, op mijn verzoek hoor. Dus we moeten iedereen brengen? Je moet preventief zijn. Dus we moeten censureren? Dat vind ik. Er is een preventieve, op basis van het nationalisme. Dat zouden we de regering niet moeten brengen. Nee, precies. Dat bedoel ik. Je hebt het begrepen. Goed zo. Je moet sommige mensen niet meer brengen. Want kijk, antinationalisme, daar moet geen ruimte voor zijn. De journalist heeft een preventieve taak. Dat zegt de verdediging. En daarmee is het is in jurisprudentie van dat jaar is het dus vastgelegd. Dus dat was wat ik wilde zeggen over die bijdrage. Ik hoop overigens dat we er goed over nadenken welke diepzeehaven wordt gebouwd. En dat het wordt gebouwd door Phoenix Development Company met een kapitaal van SRD 1000. En een gestort kapitaal van SRD 1000. Dus misschien mogen we daarover ook een reactie verwachten van de persoon die zo vlot kan praten over staatsolie, die wel beursgenoteerd is. Dan kunnen we naar, hoe heet het, naar iets leuks, wat ik heel leuk vond, die bijdrage over Eugène Albert Gessel is heel goed ontvangen door het luisterpubliek. Dus ik denk dat het goed is om een keer iemand anders in beeld te brengen. En het leek me leuk om te praten over de verworvenheid van meester Jagannath Lachman. En bij het een beetje doorzoeken van alle informatie heb ik een heel goed boek, een heel mooi boek ook van ambassadeur Evert Gonesh, voorheen Asimula, gevonden. Dat is dit boek. En het gaat over de verbroederingspolitiek. Dus ik moet hem sowieso bedanken. Maar iemand die heel dicht bij, ja, je hebt hem ook, ja, heel dicht bij de
auteur van dit boek is, heeft aan mij gezegd, Ashna, maar luister, ga je echt over de verbroedering praten of over de verloedering van de verbroedering? De verloedering van de verbroedering. Van de verbroedering. En ik wil de partij niet bespreken, maar ik wil wel even kijken naar, en weet je, het brengt me overigens ook naar de Bhagavad Gita. Waar er wordt gezegd in de Gita Sar, wanneer Krishna de kennis zeg maar, van het leven en de maatschappij en het maatschappelijke overdraagt aan zijn vriend Arjun. Terwijl de grote oorlog, de Mahabharata, gaande was, zegt Krishna, moet ik het in het Hindi zeggen? Nee. Hij zegt, parivartan sansar kaniyam hai. Dus eigenlijk is verandering is de norm van de maatschappij. Dus wij veranderen al door. En dat is normaal. En ik denk in die sens moet je ook kijken naar de verbroederingspolitiek. En hoewel ik het niet helemaal eens ben met een aantal interpretaties van dit concept, is het toch wel goed om te kijken naar hoe die ontwikkeling van die verbroederingspolitiek eigenlijk in ons politiek bestel niet alleen, maar in onze maatschappij haar weg heeft gebaand om zo te komen tot waar we misschien vandaag staan. Misschien. Maar kan ik zeggen dat Santokhi Lakshman overtroffen heeft? Waarin? Eén, hij heeft, naar hun zeggen hoor, heeft hij de partij opengegooid voor andere Surinamers. Is niet waar. Lakshman heeft dat nooit kunnen doen. Hoe niet? En twee, zegt iemand, Lakshman heeft ook nooit 20 zetels kunnen halen. Nee, maar toen waren er ook niet eens 20 zetels. Dus je moet dingen in perspectief steeds bekijken. Wat waren de verhoudingen toen? Waar waren de Hindoestanen toen? Toch, dus het is een perspectief. Ik zeg altijd, de tijdgeest is anders. En ik vind het toch wel bijzonder dat toen die splitsing binnen de NPS plaatsvond, toch, heeft, ik denk door die consensus, hè, die drang, want dat vind ik wel, dat meester Lakshman had dus wel een drang naar een soort van consensus, hè, vooral niet scherp stellen, te veel scherp stellen, wat natuurlijk wel goed is wanneer je in een plurale samenleving bent. En Suriname is een plurale samenleving. Je hebt rekening te houden met niet alleen de etniciteiten. En in dat opzicht zegt bijvoorbeeld Haakmat, zegt, ook niet iemand die we moeten vergeten, hè, overigens, in onze, met name politiek. Ja. Hij zegt, de consensuspolitiek die uit de verbroederingspolitiek voortvloeit, brengt met zich mee dat men elkanders wezenlijke belangen steeds moet ontzien, wat een trage besluitvorming, dan wel helemaal geen besluitvorming, in de hand werkt. Je zou kunnen zeggen dat als datgene wat nu wordt uitgevoerd, zal ik maar zeggen, of uitgeoefend, als je dat verbroederingspolitiek wil noemen, dan past het misschien wel in deze hele negatieve interpretatie van het begrip. Alleen het begrip zelf natuurlijk is ontstaan, en dat begreep ik uit het boek natuurlijk hoor, want ik moest een beetje gaan lezen en zo. En ik wil niet een boekbespreking doen, maar ik wil het proberen te begrijpen. In 1955 tot 1967 werd eigenlijk die verbroedering gestart op basis van de omstandigheden toen. En die samenwerking tussen de verschillende etnische groepen was van belang, waardoor die coalitie tussen de NPS en de VHP op dat moment, dus de Creoolse partij en de Hindoestaanse partij, van groot belang was om door te breken. Want je had natuurlijk een soort van elite die na de, en dat waren de kleurlingen, die na de onafhankelijkheid eigenlijk het bestuur van het land uitoefenden. Dus om dat een beetje los te knibbelen, begreep ik, moet er in die periode, 1955, 1967, moest er naar een bepaald consensusmodel gewerkt worden. En dat model, meester Lakshman zegt zelf in 1962,
Er is in Suriname, en dat zal ik tot mijn laatste ademtocht prediken, geen andere politiek denkbaar dan de verbroederingspolitiek. Wij kunnen een andere mentaliteit op bepaalde punten hebben, maar er is één ding dat ons bindt en dat is de grond waarop onze wieg heeft gestaan. Die grond bindt ons allen. Ik hoop dat wij deze politiek zullen voortzetten en de wereld een monument zullen kunnen aanbieden. Nou, ik denk niet dat het is een afgrijzelijk monument geworden. Als we moeten geloven dat we nog bezig zijn met verbroederingspolitiek, wat er vandaag gebeurt. Wat ik ook denk, is natuurlijk het ontstaan van de nieuwere politieke partijen. Ik ben geen politiek deskundig persoon, maar het is uit mijn eigen observatie, is dat zaken als eenheid in verscheidenheid, die eigenlijk zijn gelanceerd door iemand als Dr. Jan Adhien, die zei ook van luister, die eenheid in verscheidenheid, en dat deed hij al vroeg hoor, hij heeft het in 1957 heeft hij het al gelanceerd, dat is voortgezet bijvoorbeeld bij de NDP. Dus het nadenken over interethnische politieke samenwerking moet zich op een gegeven moment gaan breken als het is wat we vandaag zien dat het zo zou moeten voorstellen. Dus ik weet niet of ik het goed zeg, maar als die vooruitgang om te zeggen van de Hindoestanen in die tijd en het uiteindelijk losbreken van de Joods, Krioels, hè, dat kleurlingen versus Kriolen. Dat was natuurlijk allemaal op dat moment in die tijdsgeest was het natuurlijk belangrijk. Maar wat we niet uit het oog moeten verliezen, en ik zie je bladeren door die krant van 1974 en ik zie je alleen maar glimlachen, is natuurlijk dat er ook toen in 1974 al waren er mensen die bijvoorbeeld in de VHP zeggen van luister, we moeten een vernieuwing hebben. We kunnen niet meer. Ik heb ook andere dingen gezien. Ja, je ziet een heleboel andere dingen. Dus, maar het is zo nationalistisch geweest toen. Hier staat progressieve ideeën krijgen. Geen kans. VHP oude stijl wordt onhoudbaar. Democratisering en heroriëntering, nu of nooit. Ja. 1974. En de vraag is, en dan kom ik dus bij wat die persoon tegen me zei, van Ashna, ga je echt praten over de verloedering van de verbroedering? Omdat ik het niet zeg, die persoon die daarnaar kijkt, zegt dat. En het is iemand die het kan weten. Want het is iemand die al lang meeloopt. Ik weet bijvoorbeeld ook dat bij het 67-jarig bestaan van de VHP, heeft voormalig premier Jules Setny, nu wijlen, die heeft ook gezegd, we moeten het erfgoed van Lachman niet verloochenen. En het erfgoed zou dus moeten zijn, dat zegt hij in zijn quote, wat ik net heb gequote. Hij zegt, luister, er is geen enkele andere politiek denkbaar. Alleen wat ik dus vind, en dat vind ik oprecht, ik kan natuurlijk wel een heleboel historische feiten aangeven, maar wat meester Lachman zegt, toch, naar voorbeeld van Gandhi, zegt hij van luister, wees een suikerriethalm en buig wanneer de storm er is. En herrijs wanneer de storm voorbij is. Wees geen kankantrie die in één keer omvalt, ontworteld raakt en daar sterft en nooit meer omhoog komt. Dat was Lachman's uitspraak, man. En ik denk dat het belangrijk is dat de persoon die mij beschuldigt van karaktermoord zich niet als een kankantri moet gedragen, maar moet gaan leren wat de grondlegger van die partij zegt. En daarmee neem ik alles terug wat ik over blonde vrouwen heb gezegd, overigens. Want nu zeg ik het op een nette manier. Misschien is het goed om weer suikerriet te worden en je niet te gedragen als een kankantriboom. Het is belangrijk dat we met iedereen praten. Het is belangrijk dat we dat nationaal belang voorop stellen. En dat is in het makingsproces van de VHP, het makingsproces van de NPS. Vervolgens het eigenlijk tot uiting brengen. En misschien neemt de NDP het me kwalijk als ik zeg. Maar de NDP heeft wel een klein beetje willen voortschrijden op eenheid in verscheidenheid. En die eenheid heeft de NDP waarschijnlijk ook kunnen bereiken, uiteindelijk. Toch, we hebben dat
etnische denken hebben we op een gegeven moment wel zo ver mogelijk van ons laten varen. En het is niet zo dat die consensus van meester Jagannath Lachman maar eventjes moet worden weggeschoven. We moeten het gewoon niet vergeten. Net zoals we een aantal andere mensen die in onze politiek wezenlijke bij. Iemand vroeg me, waarom ga je over al die dingen van vroeger praten? En waarom ga je anekdotes vertellen over de journalist Karg? En wat voor zin heeft het om te vertellen dat meester Lachman 32 jaar was en bij acclamatie voorzitter werd van de VHP in 1949? Waarom zou je niet kunnen zeggen dat iemand heeft gezegd dat die coulis zich emanciperen? Weet je? En bijvoorbeeld over 1 juli is er een motie ingediend toen door de parlementariër Pengel, als ik me niet vergis. En die motie had eigenlijk tot doel om de Creoolse, dat sentiment bij de Creoolse samenleving met betrekking tot de afschaffing, de herdenking van de dag van 1 juli bijvoorbeeld. Niet bijvoorbeeld, dat was het. Om iedereen daarin mee te krijgen. En wat ik begrepen heb, is dat er mensen, dat er parlementariërs uit de VHP zeggen, wij gaan niet mee met die motie. En dat zelfs meester Lachman zegt, weet je wat, ik ga niet mee met die motie, maar ik dien een andere motie in. En dat is dat de mensen zelf een dag mogen kiezen waarop ze vinden dat ze verlof mogen nemen om deze reden, betaald verlof doen. Ik bedoel, ga maar na. We hebben het nog steeds over het koloniaal bestuur, waar men zich tegen richtte. Maar ik denk soms ook dat het misschien te maken had met dat kolonialisme. Want vanaf het moment dat iedereen voor zichzelf is gaan denken, is het eigenlijk een beetje anders gegaan. Dus toen zijn we toch een vijand gaan zoeken in elkaar, onder elkaar. En daar is het mis. Dus daarom vind ik het belangrijk om een keer te praten over meester Jagannath Lachman en de legacy die hij heeft achtergelaten. En iets anders bijvoorbeeld wat me opviel, was dat de eerste politieke partij was de Moslimpartij. Maar begreep de huidige VHP-leiding wel de boodschap van Lachman? Wanneer oud-premier Jules Zetni nu weilend zegt, op het 67-jarige, het 67-jarig jubileum van de partij, hij zegt, verloochen het erfgoed van Lachman. Dat deed dat niet zomaar. Waarom zou hij dat zeggen? Waarom zou hij dat zeggen als men dat niet doet? Maar goed, ik weet het niet. Hoor. Misschien insinueer ik weer en dan ga je weer horen dat ik karaktermoord pleeg. Maar dat is niet zo. Ik heb ontzettend veel respect. Het was voor mij ook een eye-opener om zoveel dingen te weten. En weet je, hoe meer je gaat praten met mensen. Bijvoorbeeld, Pengel heeft in een dhoti rondgelopen op Saramaka. En hij heeft een verbluffende winst gehaald. Om maar even te zeggen dat je niet per se van een bepaalde etnische groep hoeft te zijn om een bepaalde verkiezingswinst in een bepaald district te kunnen behalen. Dus dat was iets wat ik belangrijk vond. Ik denk dat we ook moeten kijken naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld het topberaad en de rol van Lachman ook in dat topberaad om uiteindelijk weer te komen na 1987 tot waar we weer ontstaan van New Front enzovoort enzovoort. En ik denk dat daar mensen hele andere interpretaties. Ik denk ook dat daar men eigenlijk de hele verbroederingspolitiek in de verloedering heeft gegooid. Maar als je, je en dat moet, heeft niets te maken met het militaire regime. Je moet geen mensen vergelijken, natuurlijk niet. Maar Lachman als leider en New Santokhi als leider. Ja. Eigenlijk, Lachman zocht geen confrontatie, hè? Nee, dus kijk. Conform zijn spreek van gedraag je of doe als riet halm nog? Ja, suikerriet. Hij zegt van je moet buigen als de storm er is. En je moet. Kijk, er is altijd een soort van polarisatie angst geweest bij hem. Omdat toen Guyana onafhankelijk werd na de onafhankelijkheid, waar had je de gruwelijkste tegenstellingen en uitspattingen tussen de Afro-Guyanese en de Indo-Guyanese, zal ik maar noemen. Want je mag het woord coolie niet gebruiken, dus ik zal dat ook niet meer gebruiken. Maar je
En dat maakte natuurlijk dat we die situatie niet wilden hebben. Hij heeft ook concessies gedaan ten koste van zijn eigen credibility in zijn partij. Maar op de een of andere manier kon hij altijd wel ook zijn partij bij elkaar houden. Toch? Dus die ik weet niet, ik heb... Kijk, het is ook niet mijn bedoeling om nu in volledige diepgang te spreken. Maar het zou me goed doen als bijvoorbeeld de helft van de luisteraars nog eens een keer gaat lezen. Nog eens een keer gaat nadenken en kijken van, hé, wacht even. Maar zo had hij het misschien niet gezien. Eigenlijk was het misschien niet zo slecht. Alleen, wat heeft men ervan gemaakt? Weet je, ik kan met een heleboel technische termen hier gaan zitten gooien, maar dat doe ik niet. Ik wil dus bekijken je moet de betekenis van meester Lachman voor de Surinaamse politiek is niet niks. Het is een hele bijzondere. En we moeten dat niet vergeten. Ik heb een goede ervaring met Lachman gehad. Vertel. Ik ga je vertellen, ik was werkzaam bij Radio Apinti. Ja. Volgens mij heb ik dit al een keer verteld. Dat was in 1993. Mm-hmm. En ik deed het nieuws. En ik belde voor een of andere reactie. Ik weet niet waarvoor. Hoor. Maar de man was geïrriteerd. En hij heeft eigenlijk tegen me geschreeuwd. Je weet hoe dat toe gaat, toch? Ja. Neergelegd terwijl ik nog sprak. En ik zei, wauw. Een DNA-voorzitter die de telefoon gewoon neerlegt, terwijl een mediawerker aan de andere kant van de lijn zit. Maar ik kreeg na een uurtje een telefoontje van meneer Edmund Blow. Mm-hmm. Was in die dagen 1993 de griffier. En meneer Blow die gaf aan van meneer Lachman kan helaas niet aan die telefoon komen vanwege het feit dat hij in een commissievergadering zit. Maar hij heeft aan mij gevraagd om te bellen, om de verontschuldigingen aan te bieden. Want hij was nogal geprikkeld om iets dat zich had voorgedaan binnen dat gebouw. En ik ga je zeggen, ik heb dat echt wel gewaardeerd hoor. Hij is niet zelf aan die telefoon gekomen. Maar hij heeft wel, Edmund Blow, die zelf ook een heel respectabele man geweest is. Die heeft hij dus laten bellen. Ja. Om te zeggen dat hij er spijt van had dat het zo gegaan is. Dat zijn zo'n persoonlijke kwaliteiten, toch? Dus ik heb hem niet gekend. Ik ken hem alleen van de TV. Sommige mensen dat zouden doen, hoor. Nee, dus dat is natuurlijk ook iets, dat ego-tripperij van politieke leiders. En dat is over de hele linie, dat moet je niet hebben. Dat zeg ik toch, als je minister bent, dan heb je automatisch recht op een Prado met volle auto's. Als je minister bent, dan heb je automatisch, als je directeur bent, heb je... We moeten er afstappen van dat soort zaken. Hij heeft ook de ruimte gehad om bijvoorbeeld premier te worden. Maar heeft iemand anders toen vooruitgeschoven, omdat hij waarschijnlijk in de volksvertegenwoordiging wilde blijven. Hoeveel kennen we niet nu die zoveel beloven wanneer ze op politieke podia staan en op het moment dat ze gekozen worden met zoveel stemmen worden ze minister. Het eerste wat ze willen is, nee, ik wil dat ministerie hebben. En wat te doen vervolgens dat ministerie totaal niet goed te besturen. Laten we weten wat er allemaal gezegd zal worden door het huidige leiderschap bij de VHP als we de traditionele kranslegging krijgen bij dat beeld van Lachman aan de op het onafhankelijkheidsplein, no? Ja, ik denk dat het goed is dat ze daar staan, maar ze staan daar niet zomaar. En ik denk dat wanneer we burgers van Suriname, dat we moeten even goed nadenken van, wat is deze man zijn... En dat moeten we onze kinderen ook leren. Dat vind ik belangrijk. Daarom zijn misschien die bijdragen van dokter Eugène Gessel en deze bijdragen. Ik vond het eigenlijk belangrijk om te kijken, wat zegt... deze grote politicus. En het viel toevallig samen met zijn verjaardag. Dus weet je, ik vond het wel een mooie ode aan hem. Ik ben het natuurlijk niet helemaal eens met iets dat nog verbroederingspolitiek zou heten nu. Noem het iets anders, maar noem het geen verbroederingspolitiek. Omdat wat het toen was, en het is heel goed te lezen in dat boek ook, maar u kunt het ook gewoon googlen en dan komt u er ook achter. Want er zijn zoveel interpretaties aangegeven.
Kijk, al heel vroeg hoor, ik kan een aantal ja, wetenschappers die zeggen bijvoorbeeld van luister, het is een versmelten van culturen, elkaars culturele waarden en normen, terwijl de Hindoestaanse politici ervan uitgingen dat het eenheid in verscheidenheid is. Anderen zijn het gaan zien als de verbroedingspolitiek van Hindoestanen, als een dekmantel. Weet je, je hebt... ook iemand die zegt de politieke partijen tot een samenwerking kwamen op basis van toevallige omstandigheden. Dat kan het natuurlijk ook zijn en een combinatie van opportunisme is geweest. Wat het ook is geweest, het heeft op dat moment, politiek heeft het gescoord. En wat voor mij belangrijk is, is dat we gaan nadenken op basis van onze geschiedenis. Wat willen we hebben en hoe willen we doorgaan? We willen absoluut niet populistisch leiderschap meer in Suriname. Dat was eigenlijk het belang van mijn hele uiteenzetting van vandaag. Oké, het verschil tussen Lachman en Santokki zit in de schrijfwijze van leider. Zegt iemand. Nou, we moeten die VN-speech nog gaan analyseren. En dan denk ik ook, ja, weet je. Als het zo'n hollebolle speech is, dan kan je even goed het door iemand laten voorlezen. Daar hoef je toch niet zoveel zo lang weg te blijven. Just warning zegt. Lachman heeft van zekere Isaias wat parlementariër en of onderminister landbouw gemaakt. Ja. De man kwam uit Koroni. Iemand zegt, zo weinig kijkers tijdens Jan. Ik ben ook even vertrokken. Ik wil, maar het lukt mij echt niet. Ik merk dat het, ik dacht vroeger altijd, dat het, dat ik maar bluf. Maar ik ga je zeggen, er zijn inderdaad mensen, maar wij moeten ons werk doen. Ja. Men kan niet van ons verwachten dat de president van de Republiek Suriname bij de VN een toespraak houdt en dat we het niet brengen. Ja. We zijn verplicht om het te brengen. Breng een deal. Je moet het brengen, toch? Een deal. Maar zelfs ook al zo je een deal, ik maak dit voor het eerst mee. Wederbos meegemaakt, Bouterse, ja. Venetiaan. Zelfs tegenstanders van Venetiaan bleven gewoon luisteren. En ik denk dat er werk aan de winkel is voor het kabinet, voor de mensen die de PR doen of something, om daarop te gaan zitten. Het is een opmerkelijk fenomeen, hè? Wil je ook adviseur worden van het kabinet? Nee, absoluut niet. Maar je kan het worden, iedereen kan het worden. Het is een heel opmerkelijk verschijnsel. Ja. Men wil niet meer luisteren. Nee. Als het staatshoofd praat. Precies. Dus eigenlijk is er een soort inboeting van gezag. Toch? En aanzien. En als je dat krijgt als staatsman, dat is ook gebeurd in de Griekse politiek, heel vroeger in de oudheid. Dan eigenlijk, weet je, Julius Caesar was niet Julius Caesar omdat hij alleen een mooie neus had. Mm-hmm. Maar Julius Caesar intrigeerde zijn volk. Hield het volk bezig. Totdat hij despoot werd. En toen werd hij ook daarvoor uitgemaakt. En uiteindelijk is hij tot een bruut einde gekomen. Ja, ja. Ik wil niet vertellen hoe, want anders ga je me vragen. En dan ga je straks zeggen dat ik aan opruiming doe. Maar trouwens, opruiming wat? Weet je, in februari 1974 bij dat protest is er een journalist gewoon keihard veroordeeld. En uiteindelijk, in Hoge heeft nog een proces gehad. Ik vraag me af, wat is gebeurd met die opruiers van ons? Niet die plunderaars, die mensen die zijn gaan protesteren. Daar heb ik het even over. Zijn ze allemaal voor plundering achter de tralies gezet? En hoe lang zijn ze gezet? Ja. Oké, niet maar serieus. Ik denk dat er werk is, dat er werk aan de winkel is. We zijn een beetje vervallen. We zijn vervallen. Er is duidelijk sprake van een verval. En misschien is het goed om dan terug te grijpen naar zaken die toen hebben gezorgd dat niet alleen de partij, maar ook de image opgebouwd werd. Mm-hmm. En soms geeft dat je genoeg aanleiding om positief te blijven. Maar ik zie nu niet in waarom mensen zouden willen luisteren.
Welke boodschap heeft de priester? We hebben een heel gedoe gehad vorige week. Maar hebben dan de mensen die schrijven, moeten zij niet beter gaan schrijven? Want het ligt volgens mij niet aan de kwaliteit van de tekst. Het ligt gewoon aan de man zelf. Nee, maar wat is het beleid? Je moet toch een beleid, je moet buitenlands beleid hebben om bij de VN te gaan babbelen. Je moet beleid hebben, je moet niet daar gaan vertellen. We weten intussen 2030 agenda, 20, hoeveel COP-meetings zijn ze niet gegaan? Hebben ze echt niks opgestoken van die COP-meetings? Nu komen we plotseling weer met, we hebben het wiel uitgevonden, we gaan CO2-deals draaien. Wel, vice-president Bharat Jagdeel was er al mee bezig toen hij president was. En dat is 2 termijnen geleden. Toen was hij al ermee bezig. De toekomst is niet, we gaan in die olie zwemmen uiteindelijk. Want als we in 2030 olie moeten verkopen, wanneer de hele wereld bezig is om te stoppen met auto's produceren, waarin gaan we die olie vullen? Vertel me, waarin gaan we die olie vullen? Echt, het is toch vreselijk ironisch dat we heel olieverhaal krijgen, dat we ineens een bedrijf hebben dat een diepzeehaven moet bouwen en ook gasexpert is, maar een gestort kapitaal had bij de oprichting van 1000 SRD. Dat wordt ons allemaal verteld. Dat wanneer we dat binnen gaan horen, wat denk je dat die mensen buiten gaan vertellen? Precies zulke verhaaltjes. Wie heeft dan zin om te gaan zitten luisteren? Ik niet, en met mij velen. Toch, ik denk, ik ga niet zitten luisteren. Die agenda 2030, concreet. Met wie heb je allemaal meetings gehad? We kunnen het verkopen. We kunnen onze carbon credits verkopen. Heb je al deals gesloten? Nee, want 2 jaar geleden waren we bezig waterstof te produceren met een bedrijf uit Denemarken. Dat helemaal geen dienstbedrijf was, maar een Surinaams bedrijf was. Dat was opgericht met een Deense oplichter. Daarmee waren we bezig. En nu zijn we bezig met de bouw van een diepzeehaven. En ik word natuurlijk, mensen gaan zeggen, ja, als je nou durf je al die dingen te... Mijn god, maar dat uittreksel is toch daar? En niemand moet me komen bedreigen. Niemand moet me iets komen zeggen, want ik ben burger van dit land. En ik mag als mondige burger een aantal zaken entameren die mij opvallen. En alleen maar daarom praat ik. Als mensen denken dat ik karaktermoord pleeg, dan moet je eerst een karakter hebben. Heb eerst een karakter, dan kan er karaktermoord worden gepleegd. En niet eerder. Ik heb geen enkele behoefte. Waar was men toen mijn karaktermoord pleegde? Toen ik, in alle eerlijkheid, in 2016. En ik heb toen gebeld. Ik heb gebeld met de voorzitter van de VHP en gezegd. Dat wat u in het parlement verkondigt over de ambassadeur van de Republiek Suriname in India. Ik heb de file. Mag ik het voor u sturen? Want misschien stelt u vragen over zaken die u niet weet. Toen is er aan mij gezegd. Wij bedrijven politiek. En dat was het antwoord. Van John? Niet van hem. Maar van een van de mensen die namens hem heeft gesproken. Over bedrijven politiek? Ja, ja. En toen is er politiek bedrijven. Met een kwestie dat totaal uit de lucht was gegrepen. Fake weblinks. Zijn er toen gebruikt. Wil men het echt over karaktermoord? Waar was men toen? Sliep men toen? Dus ik wil het niet eens in het persoonlijke brengen. Maar als ik op basis van mijn deskundigheid word gevraagd om te kijken van wat zou er kunnen zijn, dan kan er dit zijn. Het kan, maar het hoeft niet. Voor de rest moeten we het onderzoek maar afwachten. En voor de rest zou het goed zijn om uw leider te eren. Maar een leider wordt geboren als er een andere leider een fundament heeft gelegd. En die andere leider heeft dat fundament toch gelegd? Er zijn legio voorbeelden. Voordat we onafhankelijk werden, na de onafhankelijkheid, het militair regime, heb je de man kunnen volgen, je hebt kunnen weten, ga lezen, bouw je eigen karakter op en praat dan erover wanneer er een karakter moet. Over welk karakter hebben we het? De een neemt het voor de ander op, want de ander kan niet praten. En waarom kan de ander niet praten? Daar zullen we het de andere keer over hebben, Clifton. Want ik hou niet van dat. Hoe was het? Lolotori werd er gezegd in dat programma. Ik weet niet eens wat Lolotori is. Is die Lolotaki? Of Lolotaki, no? Zie, ik weet het niet eens. Ik weet niet. Bestaat dat concept? Is roddelpraat. Oh, dat is het, no? Okay. Lasterpraat. Wel, ik heb geen tijd voor dat soort zaken. Behalve dat, soms is het wel leuk om te doen.
Maar we hebben op dit moment hebben we andere prioriteiten. De prioriteiten zijn dat er op een gegeven moment een aantal zaken naar voren zijn gekomen. En op dat moment was de minister van GBB in het buitenland. De superminister was ook in het buitenland. En de president was ook in het buitenland. En niemand heeft het toen belangrijk gevonden om terug te komen en te zeggen, ik heb prioriteiten in mijn land. Want daar ben ik gekozen. Op de G77, tijdens de G77 top in Havana, was het gros op ministerieel niveau. Dus ik begreep niet waarom wanneer we hier nu zijn, van toen dat nieuws uitkwam van meneer Gayadin, zijn moeder en alles zo in rep en roer was, die ene dag in de media, heeft niemand het belangrijk gevonden om van staatswege een bepaalde verklaring te geven. Waarom is die man daar aangehouden? Het is wel een ambtenaar. Dus wij moeten begrijpen, wij als volk moeten begrijpen, dat we onze leiders ter verantwoording mogen roepen. En onze leiders moeten begrijpen dat wanneer ze een boodschap staan te verkondigen op welk internationaal podium dan ook, moet het in het belang zijn van ons, we moeten er iets uit halen. Wat hebben we eruit gehaald? Vind je het gek dat mensen gaan luisteren? Ik ga ook niet luisteren als ik alleen maar naar dingen moet luisteren. Dan kan ik even goed naar een mooi liedje luisteren van Elton John of zo. Of hoe heet die man? Buju Banton. Is ook leuk. Ja. Ja, oké. That's study. Dus, sorry, maar ja, ik heb mijn eigen manier van dingen misschien uit hoor. Ja. Ik heb ook geen vertrouwen in een mooie speech. 2030 agenda. Misschien moeten we een keer een 2030 doen. Dan gaan we uitleggen wat er in 2030 in de wereld moet veranderen. En we leven in 2023, dus we hebben maar 7 jaar. Maar wat ik mooi vond, misschien een zijstraatje. Ja. Wat ik wel mooi vond bij dat van de VN. Mm-hmm. Die chair, ja, van die conferentie. De persoon die de president heeft aangekondigd. Ja. Is een Surinamer. Ja. Maar dat kan. Ambassadeur Sital, Sunil Sital, die, no? Ja. Maar dat was mooi voor dat moment. Ja. Voor het maar opmerk, het is mooi toch? Maar dat opmerk, is altijd. Want wie moet hem anders aankondigen? Mm. De ambassadeur moet dat doen toch? Ja. En het is een mooi moment geweest natuurlijk. Maar het is natuurlijk mooi als er dan ook iets nuttigs wordt verkondigd. Het is altijd mooi om te horen van luister. Weet je, je hebt. Wat zijn we hier komen halen? En dan kan je wel zeggen, ja, de VN is elk jaar hetzelfde, maar dat gaat dan zelf niet. Zeg van, luister, minister, doe jij het? Ik moet even in Suriname, even die situatie een beetje gaan coveren, want er is iets duidelijk niet goed daar zo. Iedereen is op vakantie, want er is reces. Weet je wat nog het leukste was? Ik sprak met 2 parlementariërs. Ik zeg, waarom vragen jullie geen vergadering aan? Parlement is in reces, boy. Ik zeg, maar dit is urgent. Een parlementariër wordt besproken. Een minister wordt besproken. Ja, iedereen is terug. En iedereen is gewoon, de directeur van CBB wordt besproken. Er zijn een aantal onderwerpen waarvan ik zeg van, weet je, dat verdient wel even van, volk wil weten. En daarvoor ben je als parlementariër, schrijf die brief. Wat is de procedure als een minister in FIA is, daar is er iets van, hoe noem je dat ding? Oh ja, ik weet wat je wil vragen, Benno. Hoe noem je dat ding? Je bent politieke ambtsdrager? Ja, je bent politieke ambtsdrager, dus je wordt in staat van beschuldiging gesteld. Ja. Ik vind het wel een onding, hoor. Dat is mijn persoonlijke mening. Allerlei gedoe. Waarom vind je het een onding, Clifton? Omdat je dan, weet toch wanneer die wet is gemaakt? Ja, maar dat maakt voor mij niet uit wanneer het gemaakt is. Ik vind het gewoon een onding. Hmm. Omdat coalities altijd hun minister gaan beschermen. Hmm. En daarom is het soms belangrijk. En dan word je gewoon niet in staat van beschuldiging gezien. Ja, precies. Ja, toch? Ja. Maar niet alleen minister. Ook DNA-leden? DNA, RRDR, iedereen. Hmm. Dus eigenlijk hebben ze een vrijbrief om te doen, totdat ze in staat van beschuldiging worden gesteld. En die in staat van beschuldiging stelling wordt conform die wet. Mm-hmm. Wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers, zo hier die wet. Moet op vordering gebeuren van de procureur-generaal. Dat is de procedure.
Dus RR-leden, DR-leden zijn toch allemaal mensen, want dat staat ook in die wet hoor, als ik me niet vergis. Maar denk je dat er misschien een vervelende vraag, dat dossier in deze, ik weet niet of het een dossier is, tegen meneer Jure dik genoeg is? Ik weet niet wie allemaal is aangehouden. Ik weet echt zo weinig over, het enige waarop ik heb gereageerd, in alle eerlijkheid, is op wat die mevrouw aangaf. Stel die vraag, omdat die moeder bij DTV, toch? Ja, en ik heb die beschikking gezien. Die heeft voice notes laten horen en apps en zo. Nee, ik heb die beschikking gezien waar ik dus zag dat die meneer inderdaad had getekend. Hij de grondinspecteur was, maar dat hij eigenlijk niet eens de plek had aangedaan. Dus hoe kon hij dan de foto's hebben geschoten van de plek? En hoe kon hij geen bezwaar hebben gegeven of wat dan ook. Maar dan denk ik, wat doet de hoofdgrondinspectie? Want die heeft ook getekend op dat document. Er waren twee inspecteurs die hebben getekend. En het hoofd heeft ook getekend. Weet je, wat zegt die wet van dingen? Die wet van in staat van beschuldiging, stelling, politieke ambtsdragers. Zegt dat politieke ambtsdragers zijn de president van de republiek, de vicepresident, de ministers, de onderministers, personen die in gevolge of krachtens de wet betreffende uitgeschreven verkiezingen lid zijn van volksvertegenwoordigende lichamen, als zodanig bij of krachtens de grondwet ingesteld. Dus, ja, ik denk dat mensen van volksvertegenwoordigende lichamen, leden, dat die dus ook vallen onder politieke ambtsdragers volgens deze wet. Ja. En een beetje zelfreflectie zou betekenen dat ik weet niet hoeveel politieke ambtsdragers nu eigenlijk aangehouden zouden moeten worden. Als je kijkt naar al die dingen die je hoort al over haar. Ik heb het niet over de case. Over het algemeen. Ik wil niet over deze case praten, omdat ik vind dat de politie haar werk moet doen. Natuurlijk, het onderzoek natuurlijk is bezig, weet je. Dus ik heb eigenlijk ook geen enkele behoefte hoor. En ja, maar de man zelf moet daar heel veel doen om van de image af te komen, hoor. Waar het gaat om, om grondroof. Image is niet vanaf vandaag, toch? Ik bedoel, je image is iets dat altijd wordt besproken. En ik denk niet dat de politie moet uitgaan van de image. Ja. Ze moeten uitgaan van de harde bewijzen. Goed, Asnek en Hai. Ja. Zijn er nog meer dingen die we zouden moeten bespreken? Nee. Weet je, zit naar die krant te kijken. Mooi toch? Heb je deze dingen nog nodig? Nee, je mag het houden. Ik hou van om te nieuwsen oude krant, ga je echt zeggen. Heb je gezien? Een jaar. Eens heeft een man een hele bunch van die dingen van me gebracht. En dan lees je hier, dat je blijft maar... Het is de vrije stem, hè? Van ja, toen. Vrije stem is zo. Maar kijk hoe mooi en hoe openlijk en hoe direct. Maar vrije stem was zelf ook van een karg. Volgens mij van Cyril Karg. Leonardo's, dacht ik. Dat weet ik niet, dat kan. Dat weet ik, ik was nog niet geboren. Ja, Leonardo's, maar Karg had. Ja. En kijk wat hier staat. Staat de voorzitter, Weentuin wil onafhankelijk parlement. Nooit van geworden, echt onafhankelijk. Nee, maar die parlementariërs, die waren ook flinker. En kijk wat hier staat. Minister Bruma wil met Trinidad rijst ruilen voor olie. Ja. Heel interessant dan. Dus die onderwerpen toch zijn... Allee, wat zouden we nog bespreken? Ik denk dat als de luisteraars nog iets hebben, dan kunnen we daarover nog praten. Het is al best 5:10. Dus. We hebben... Het is een lange uitzending geworden. Laat nog even spieken hoor. Zijn er opmerkingen, vragen? Er zijn altijd opmerkingen. Hier staat... Probeer zelf president te worden en laat zien wat je kan. Zo. Ik ga door. Is er een... Even hoor, als je naar kan haaien. Ja, maar laten we dan even kijken hier. Ik ben echt ook een van de personen die niet luistert naar Chan. Vandaag is al 20 september, 4:30. En er is nog geen AOV gestort.
moet ze dat geld nog gaan zoeken. Dan gaat hij met zijn vrouw en delegatie naar Aruba en New York. Ja, die echt. Dit is echt niet goed. Dit is gewoon niet. Maar gewoon dat reces zo gebruiken om gewoon niet van een halve wereldreis in de regio te maken. Echt. Halve wereldreis? Ik bedoel Havana en even door en even door. Even een paar weken weg. Weet je, welke president heeft zoveel tijd? Wat zullen mensen niet van ons denken buiten? Ja, maar je moet toch bij de VN zijn. Je kan het niet toch laten schieten. Hoeveel dagen? En vorige week was dingen. Hoe je dat van de G77 van Havana. Mm-hmm. Ik begreep totaal niet wat daar is eigenlijk besloten en gepredikt door ons land. Want Havana was ontzettend links. Mm-hmm. En ja, ik weet niet, ideologisch vraag ik me af, hadden we niet, kijk, een land als India heeft gezegd, luister, ik stuur een minister. China heeft een minister gestuurd. Dus als we agendas, precies, ik denk het ook. Mm-mm. Maar waarom zijn we zo bezig om zo lang mogelijk weg te blijven? U bent door het volk gekozen, u bent van het volk, voor het volk, bij het volk. Waarom bent u ver? Alleen niet met het volk. Dat is precies. Als je even voorzetsels. En absoluut niet in het volk. Bij het volk. Want echt waar. Wij voelen het, wij weten het. Echt. En iemand vroeg me vandaag. Kunnen we geen koning hebben? Ik zeg maar, we hebben het toch al. We hebben alles in Suriname. We zijn een republiek. Maar op het moment. Ja, echt waar. Iemand dus nu zijn we koninkrijk. Wat zijn we anders? De prins heeft gesproken. Over zijn. Hoe zeg je dat? Sommigen lijken me hofnarren als ik kijk naar bepaalde van ze. Ik weet niet. En dan ga je horen, ja, karaktermoord. Maar goed, dat wil ik al helemaal niet eens bespreken. Want dan ga ik helemaal gek doen. Lem, in de VIP onder Latschman had je Yarin Gadden. Een niet-Hindoestaanse parlementariër. Vergeet deze naam niet, Yarin Gadden. Nou, dat hebben we bij deze genoemd. Nee, ik ken Yarin Gadden. Ja. Hij had de uitspraak, ik lig op de loer. Dom Blondje was een slogan. Wat een genot om naar deze vrouw te luisteren. Lim Chan maakt ons ziek. Hem zien of luisteren gaat ons verlammen. En als je nou, wat is er met het exporteren van water gebeurd? Ik ga daar even door. Even iets terwijl je praat. Mm-hmm. De algemene vergadering van de VN heeft in 1961, dus iedereen, alle leden, hebben met 0 stemmen tegen de apartheid veroordeeld. Dus als iets dat niet moest. Maar Nelson Mandela is in 1990 pas bevrijd. Dus wanneer we praten over die 2030 agenda en we daar gaan staan en vooral als een land met carbon credits geen boodschap geven, dan zijn we wel een beetje verloren. Op zijn minst ontspoord. Hmm. Oké, dit kan ik niet lezen, want er wordt, men is boos op de president. Maar dat schelden ze mij dat ik het heb laten horen. Ik heb ook niet geluisterd naar de speech van de president. In je eigen land heb je geen gezag en beleid, maar je wilt de wereld gaan vertellen hoe het beter moet. Wacht, iemand wishful stuurt me... thinking. Sorry dat ik je weer onderbreek, maar iemand stuurt me die speech van... ik denk dat het ambassadeur Franklin is, Roussin. Ze stuurt me die speech van... de president. Irfan Ali. Ook bij VN, no? Ja. Dus ik had die agenda wel wie wanneer sprak. En ik moet zeggen, misschien kun je daarvan excerpten laten zien. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mohammed Irfan Ali, President of the Heeft na onze president gesproken. And to invite him to address the assembly. Ja, hij heeft na de onze gesproken. Mr. President, net zero status. Allow me to expand on the critical... Maar ga je niet naar die hele speech te luisteren terwijl we live bezig zijn. Zie je wat hij zegt? Hij praat over
these commitments to be fully delivered. Although at net zero emissions, Guyana continues to zero emissions. Daarover praat hij. Is heel gericht. Low carbon development strategy. Waar is die van ons? Zie je? Kijk voor our people. Echt. Forest cover per capita in the world. Oh. We know the importance. Weet je, misschien moeten we hierover praten. Echt. Echt waar. Het is goed om te zien hoe Guyana dat brengt. Omdat Guyana alles in place heeft natuurlijk. Guyana zegt, luister, wij hebben alle agenda. En weet je, ik ben niet zo lang geleden naar Guyana geweest. De luchthavens daar zijn voorzien van zonnepanelen. En dit moet me echt van het hart. In 2018 waren wij in de gelegenheid om gratis op onze staatsgebouwen zonnepanelen te plaatsen. Maar het is er nooit van gekomen. Omdat we gewoon lamlendig waren toen. Ja, ja. Er was met de launch van de International Solar Alliance in 2018 februari. Is dat voorstel gedaan aan zonrijke landen. En Suriname heeft dat voorstel gehad. Ik heb daar continu over gesproken. Uiteindelijk hebben we die zonnepanelen dus ook niet gehad. Onze staatsgebouwen, daar kunnen we toch zonnepanelen op plaatsen. Hmm. Niemand kijkt toch naar het dak. We kijken tegenwoordig toch allemaal naar de neus van onze schoenen. Waar moeten we anders kijken? Oké. Anyways. Mevrouw Ashna, sorry, Chan is geen staatsman. Hij is gewoon een partijvoorzitter. Die verbroedering was bedoeld voor de verschillende Hindoestaanse partijen om één partij te vormen. Motto luidde ook toen samen staan we sterk. Bovendien wil ik me haasten te vragen wie die tien stappenplan heeft geproduceerd uit de VAP tegen de Afro-Surinamers. Ja. Dit is misschien niet, meneer Lim, dit is misschien niet in uw voordeel hoor. Maar kunt u mevrouw Kanhai niet vragen als ze niet haar eigen wekelijks programma kan opnemen, aangezien haar fanbase met de dag groeit. Een eigen programma op Lim. Dus ik ook hier eens voor kan natori. Nee, weet je, de vorige over het 10-stappenplan en zo. Kijk, ik weet, zoveel weet ik niet. Maar zoveel met mij weten dat ook niet. Dus het is fijn als we die discussies beginnen te voeren. Ashna onderbouwde zaken altijd goed. Dat van de blondjes was een joke. Maar anderen willen een issue van maken. Sorry. Ik ga het niet meer zeggen en ik neem het terug. Ja. Ik hoef niet alles te lezen, toch? Nee, maar als er vragen en opmerkingen. Dus ik ben blij dat I sparked the discussion. Dat we erover. Ik ga niet hier zitten vertellen wat er goed of wat er slecht is. Zoals ik zei, ook de verbroederingspolitiek heeft zoveel interpretaties gehad. Maar het feit dat het er is, het feit dat het deel uitmaakt van onze politieke geschiedenis. En het feit dat het eigenlijk komt. Van iemand die zich politiek continu staande heeft weten te houden. Of althans heeft weten buigen wanneer hij moest buigen. Vind ik belangrijk dat met name aan de vooravond van zijn posthume verjaardag nu. Wij op zijn minst op deze manier dat allemaal in de herinnering van ons. Maar ook van onze kinderen. En als we mogen horen van onze ouders, weet je hoe dat was? Weet je, laat die discussie gewoon op gang gaan. Straks als we first voters hebben, dan moeten ze weten. Weet je, wie de belangrijke mensen zijn geweest en wat hun legacy is geweest. En waarom het nu niet is bij ons, zoals het bijvoorbeeld op Trinidad is, waar eigenlijk alle mensen die op mij leken moeten worden beschermd van alle mensen die op jou leken, Clifton. Want dat heb je ook. En bovendien hebben we daar het olieverhaal gone wrong, hebben we ook gezien trouwens. By the way, we moeten ook condoleren de nabestaanden, in het bijzonder Ludwig, met het heen van mevrouw Uja van Milieu. Ze is op Curaçao geboren op 21 december 1946. En ze is in Nijmegen op 16 september overleden.
u kunt afscheid nemen van Uja in het uitvaartcentrum Dela, Nijmegen. Op vrijdag 21 september van 7 uur tot 7:30. De afscheidsceremonie wordt gehouden op vrijdag 22 september om 1 uur in de aula van Bergbegraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78-80 te Nijmegen. Aansluitend bent u van harte welkom in de koffiekamer van Begraafplaats Jonkerbos voor een informeel warm samen zijn. Moest ik dus even namens Ludwig, je bent een beeld hoor. Ja, ook gecondoleerd. Doorgeven. Ja. Bedankt voor de complimentjes wat betreft Henk van Vliet. Inderdaad, met het heengaan van Theo Bijlhout. Limbo, zeg aan Ashna dat het dak van de toren van financiën is weggedragen. Wat zou er niet met de zonnepanelen gebeuren? De meeste overheidsgebouwen zouden instorten onder het gewicht van zonnepanelen. Vanwege de... Ja, kijk naar het gebouw van de vicepresident eigenlijk. En er zijn ook, sport- en jeugdzaak heeft ook een plat dak. De luchthaven heeft natuurlijk ook. In Guyana heb je ook een airport, heeft alleen maar zonnepanelen op het dak. Ja. Maar we kunnen niet meer gratis krijgen hoor. Dat was voor het was een tijdelijk aanbod waarop we niet zijn ingegaan. Omdat we waarschijnlijk ook weer ego-tripperij hadden bij het beleid toen. Kunt u als nou vragen waarom de minister van Bibes niet is uitgekomen in de case van de zoon van de president? Hij is op reis toch? Aan de andere kant moet je het zoveel aandacht geven, zeg ik. Weet je? Dus ik had er eigenlijk ook niet zoveel zin in. Maar toen ik dus die statements hoorde, toen dacht ik, hé, wacht even. Behalve dat het grappig is, is het natuurlijk ook wel serieus te nemen, omdat het vrij despotisch klonk. Hebben jullie nog niet door dat de president gewoon op een door het volk betaalde honeymoon steeds gaat? Ik breng in herinnering wat Van der Sand eens zei. Als hij geen president was geworden, Abolo. Oké, we gaan afsluiten. Yes. Ashna Kanhai. Iemand zegt nee, geen apart programma voor Ashna. Ze hoort bij Lim FM staan. Laatste onderschrijf ik. Ja, maar ik wil ook geen apart. Zolang ik het leuk vind om te doen, doe ik het. En ik heb nogmaals geen enkele bedoeling om mensen te kwetsen. Voor mij is echt belangrijk dat als we 25 mei naar de stembus gaan, dat we weten waar we vandaan komen. Dat we beseffen welke eigenlijk verantwoordelijkheid op onze schouders rust. En daarmee hoop ik andere keer weer te komen zonder dat ik daar aan vastgepind ben. Je hebt een programma te vullen. Weet je, dan ga je eigenlijk dwangmatig ga je onderwerpen bedenken, je gaat dingen bespreken. Terwijl nu gaat het uit de losse pols. Ja, maar los daarvan, we moeten het ook aan de mensen zeggen dat ze niet alleen maar een bijdrage moeten leveren bij de stembusgang, maar dat ze dus gewoon overal kritisch moeten zijn. Ja. Altijd. Ja, maar je kan kritisch zijn als je die bagage hebt. En het punt is, we worden bijna door onze politieke leiders, worden we bijna altijd een beetje dom gehouden. We moeten gaan luisteren naar een politieke leider die op een podium staat. Weet je, ik vind ook maar niet heb dat je... gemerkt dat, ben je van mening, want ik vind dat wel... Ik vind dat podium moeten worden afgeschaft. Dat het bewustzijn van het volk wel is toegenomen. Tuurlijk is het toegenomen. Het volk kan niet meer eten. Dus natuurlijk gaat het bewustzijn toenemen. Je wordt boos, je wordt geïrriteerd. Je raakt eigenlijk bijna in een soort van desillusie van luister eens. Wat voor volk heeft de hoogste macht? Niks is nu. Ik heb helemaal niks. Ik kan niks kopen. Ik kan niet staken. De vakbonden die zijn ook niet helemaal altijd even eerlijk. Want dat is ook vaak gepolitiseerd soms. Weet je, dus je moet je altijd maar bijna onderdanig gedragen als volk. Wanneer nadat je plicht hebt volbracht van stemmen. Dus misschien moeten we bewust zijn. Ja, dat zijn we. We moeten kritisch zijn. Dat moeten we inderdaad ook zijn.
En misschien is het tijd voor onze leiders om eens een keer... Ik wil niet meer luisteren naar een leider die op een podium staat te praten. Oh ja, ik hoef dat niet. Ja, ik hoef geen leider te zien als ik weet wat hij kan of zij kan betekenen. Dan zou ik niet naar een mooie, gezellige meeting moeten gaan met lekker eten en drinken. Dat moeten we ook niet willen. We moeten niet 10 pakketten krijgen en dan stemmen op die partij. Er vanaf, ja. Want ik bedoel, van dat hebben mensen als meester Jagannath Lachman niet... Ze zijn niet huis aan huis gegaan. Ze hebben het op een andere manier gedaan. Omdat toen het belangrijk was om als zelfstandige natie... Misschien, ik vind zelf... Dat die soevereiniteit niet altijd intact is gebleven door bijvoorbeeld het forceren van coalities en dergelijke. En je ziet dat nu ook terug. Besluitvorming is moeizaam mogelijk omdat je een soort van honeymoon coalitie hebt. Goed, ambassadeur, thank you for coming. Hopelijk was het naar uw zin. En als er wat is, denk ik dat we... klaar kunnen staan om u weer te verwelkomen. Ja, nodig me uit en ik kom. In Bagan Natori. Ja, is goed. Oké, goedemiddag. Take care.